Als ik zou moeten kiezen welk beeld dat voor mij het meeste indruk heeft nagelaten, is dat heel moeilijk om er één uit te halen. Zeker als je aan een project 2 jaar gewerkt hebt, ja, dan sta je uiteindelijk wel achter alle 35 beelden hier in de expo hangen. Maar als ik bijvoorbeeld eentje zou uitkiezen, misschien een iets minder evident beeld, dan zou het misschien wel deze kunnen zijn. Waarom? Enerzijds omdat je voelt natuurlijk een Brits kerkhof hier aan de rechterzijde. Je voelt ook dat dat kerkhof op zich perfect onderhouden is geweest met gras dat er beter bij ligt waarschijnlijk dan heel veel voetbalvelden. Dat is heel netjes onderhouden. Maar natuurlijk, elk systeem heeft zo zijn keerzijde. In dit geval een kerkhof. Alles wordt eraan gedaan door de Britten om het zo perfect mogelijk te houden. Er worden heel veel inspanningen voor geleverd. Maar natuurlijk, als je iets verder kijkt aan de zijlijn van het kerkhof, dan ga je natuurlijk ook geconfronteerd worden met een composthoop om heel het ecosysteem draaiende te houden. Dat is natuurlijk een soort, wat ik daar interessant aan vind, dat is, we streven als mens vaak naar een soort perfectie. Een soort, bijna een droomrealiteit. Maar aangezien we mensen zijn, is het natuurlijk onmogelijk om die perfectie aan te houden. Dat gaat gewoon niet, dat is onmogelijk. Dus dat streven naar die perfectie en tegelijkertijd falen om die perfectie te handhaven, dat zit volgens mij heel mooi in dit beeld. Maar natuurlijk ook de confrontatie met de toch wel typisch Vlaamse kolterijen waarmee het kerkhof geflankeerd is. Ik vind dat heel interessant. Echt, dat is een stand van zaken, het hier en het nu. De modderige golfplaten, de betonnen afsluitingen. Vlaamse dan dat kan niet. Dus voor mij is dat heel herkenbaar, heel interessant. En natuurlijk is het ook een symbool voor dat leven gewoon verder gaat. Ook al is hier toevallig vandaag de madame Niaar haar bedlinnen aan het uitschudden of zoiets. Je voelt wel, het leven gaat verder. Die mensen worden er dagelijks mee geconfronteerd. Ik denk ook niet dat de mensen daar nog mee stilstaan, wat er allemaal gebeurd is. Dus voor mij vind ik dit toch wel een van de interessante beelden uit de expo. Wat mij als fotograaf vooral interesseert, is hoe we omgaan met die herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog. Echt eigenlijk het hier en het nu. Op deze foto komt die herinnering bijna letterlijk tot leven. Op de achtergrond staan dan enkele tourbussen. We bevinden ons als het ware in een soort van toeristische attractie, waar alles gewoon fake is. The Graves Are Nice This Time of Year, van Jimmy Katz. Nog tot 24 december in de loketten van het Vlaams Parlement.